waarop over geld en hoe dat geld te verdelen gesproken wordt, is in de eerste plaats dat van telt is voor zowel jullie als studenten als voor ons als personeel, is die faculteitsraad. Ja. Dat er een verdeelsleutel van aantal inschrijvingen? Wel, er is een verdeelsleutel die de Vlaamse overheid gebruikt. En de universiteit neemt die dan min of meer over. En om dan dat geld onder de faculteit te verdelen, dat is een verdeelsleutel die rekening houdt met studentenaantallen, met onderzoeksoutput. Dat zijn uiteindelijk twee af en toe naar fonds kijken, daar is fonds. De meeste van jullie kennen fonds misschien wel. Fonds is jarenlang bijvoorbeeld studentenvertegenwoordiger in de faculteitsraad geweest, dus die kent die zaken ook wel goed van binnenuit. Dus de twee belangrijke factoren zijn onderzoeksoutput en studentenaantal. Onderzoeksoutput wordt dan gemeten kwantitatief in publicaties en behaalde doctoraten. Ik denk dat dat de twee belangrijkste factoren zijn. Dus het aantal publicaties dat gemaakt of dat gedaan worden binnen een bepaalde meting waarin dat er naar gekeken wordt naar, af en toe hoor je die term misschien wel een keer passeren, hè, zogenaamde A1 publicaties. Dat wil zeggen dat je een artikel publiceert in een tijdschrift dat opgenomen is in de Web of Science. Web of Science dat je misschien wel kent als een nuttig onderzoeksinstrument, en zo is het ook ontwikkeld. Dat is een commercieel bedrijf, Thomson Reuters, die een database ontwikkeld heeft, die ze verkoopt aan universiteiten, zodanig dat onderzoekers toegang hebben tot dat soort bibliografische materiaal en kunnen door. Dat is een ander onderzoeksinstrument. Dat is daarvoor ontwikkeld door een commercieel bedrijf, maar binnen onze, in Vlaanderen, wordt dat gebruikt als graadmeter om te bepalen wat een publicatie waard is. Als een publicatie verschijnt in een tijdschrift dat in die Web of Science opgenomen is, dan telt dat meer door dan als het verschijnt in een andere publicatie. Dus dat is de manier waarop dat geregeld wordt. Dat zorgt uiteraard voor, je kunt daar heel veel vragen over gaan stellen, waarom dat één publicatie, soms kun je misschien beter 5 jaar lang werken aan één publicatie in plaats van elk jaar 5 publicaties, maar dan minder over nagedacht. Ligt dat je daar vragen bij kunt stellen. Maar vanuit het structurele oogpunt is dat natuurlijk iets dat ook vragen oproept over het feit dat als je een onderzoeker bent binnen de organische scheikunde, daar is gewoon een andere manier van publiceren, waarin dat er veel meer gepubliceerd wordt, veel kortere teksten. Terwijl als je hier binnen deze faculteit een jaar lang hebt gewerkt aan een doorwrochte tekst van 17.000 woorden, waar je echt hebt nagedacht over hoe je de zaken formuleert, en nog eens een keer, en nog eens een keer. Ondertussen heeft die organische scheikundige in de plaats van die ene artikel al 17 artikelen gepubliceerd. Bij manier, nou, niet helemaal bij manier van spreken. Dus dat zorgt natuurlijk voor een zekere scheeftrekking, of het gevaar op scheeftrekking, in hoe dat die financiering over de faculteiten verdeeld wordt en zorgt voor een continue spanning tussen die faculteiten die uiteraard allemaal menen dat ze recht hebben op een voldoende financiering. Maar de raad van bestuur die dat geld verdeelt over de faculteiten, ja, die volgt daarin een simpele logica. Wij krijgen geld van de overheid op basis van wat jullie doen. Dus als jullie dat goed doen, gaan jullie daar ook voor beloven. De tweede factor is inderdaad de studenten. Vandaar dat in deze faculteit, hè, die zich natuurlijk al sinds dat dit soort financiering doorgevoerd is, continu benadeeld voelt omwille van die verschillende publicatiecultuur, er nog een grotere zenuwachtigheid heerst omdat onze studentenaantallen te groot zijn. En dat maakt mensen zenuwachtig omdat dat zorgt dat die faculteit minder geld binnenkrijgt van de universiteit. En als er dus richtingen zijn jaar na jaar een studentenaantal zien dalen, dan is altijd het risico dat op een bepaald moment iemand gaat zeggen van kijk, we kunnen het ons eigenlijk niet meer permitteren om die opleiding in te richten. Want om die opleiding in te richten, hebben wij zoveel personeel nodig. Dat personeel moet betaald worden. Dus dat komt uit je zakgeld. Maar die opleiding, daar schrijven zich bijna geen studenten meer in. Dus je ziet wat voor soort logica of wat voor soort druk dat er daar kan ontstaan en die dus binnen deze faculteit iets is dat
zeer erg leeft. Net daarom, dat, dat ik daar straks zei, dat als studenten wegen op het beleid, ja, dit is het niveau waar dat, dat soort debatten zich gaan afspelen. Uiteraard, een deel van die debatten spelen zich ook in de wandelgang. Dat kun je maar ontdekken door die faculteit te laten zien en op te merken hoe dat bepaalde beslissingen genomen worden. In hoeverre dat niet gevolg zijn van een rationele deliberatie waarin dat iedereen gehoord is, of in hoeverre dat die soms het gevolg zijn van het feit dat, dat drie mensen de kop bij elkaar hebben gestoken en gezegd van kijk, hiervoor zullen we gaan. Dit is wat je dan trachten te realiseren. Ja. Als studenten posters ophangen op een bepaald set, fuck de universiteit omdat je deze opleiding hebt geschapen. Daar moet je aan kijken, dus naar al dit soort factoren. En ik ga me daar niet over uitspreken zonder dat ik de details van die opleiding en de reden achter de beslissing in concreet op heb. Wat ik hier schets, is wat de achtergrond is waarbinnen dat soort beslissingen genomen worden. En je moet dus inderdaad beseffen dat, ook al kan die beslissing misschien zijn waar je het fundamenteel oneens mee bent, dat die faculteit en die faculteitsraad en de decaan die de voorzitter is van die faculteitsraad, die beslissing zal gaan verdedigen in dit soort termen. Maar kijk, het is ofwel dit ofwel mensen beginnen ontslagen, want er komt gewoon minder. Die decaan en die faculteit ziet zich verplicht om om te gaan met een heel simpele economische logica. Komt geld binnen, zoveel, elk jaar. Dat personeel, al die mensen moet je betalen. Die kosten zoveel. Ja, op dat punt kom je, dreig je op het punt te komen dat je ze niet meer kunt betalen. En dus dat je mensen moet beginnen ontslagen, dat is niet iets dat er op dit moment aan de orde is, maar wat er wel gebeurt, is dat het zeer moeilijk is om mensen een nieuwe, of nieuwe jobs te creëren voor mensen. Dus dat zijn soort overwegingen die altijd meespelen in die beslissing. Uiteraard, het feit dat de ene opleiding dan soms wel geschrapt wordt, of dat er gesproken wordt om die opleiding te schrappen en niet de die, daarin speelt door de band genomen meer mee dan enkel die financiële kwestie. Daar zullen dan ook extra argumenten gegeven gaan worden, maar ja, kijk, we moeten toch, gegeven dat we keuzes moeten maken, laat ons deze keuze maken. En op basis van andere argumenten. De sterkte van die opleiding. Door wie wordt de kamer eigenlijk vertegenwoordigd in de raad van bestuur? Wel, de raad van bestuur wordt samengesteld op basis van een verdeling waarin er een aantal externen zitten. Er zit daar een regeringscommissaris die geen stemrecht heeft, denk ik, maar die daar uit naam door de regering afgevaardigd wordt. Zodanig dat hij alle dossiers van binnenuit kent en ook wel het woord kan nemen, maar die stemt niet mee. Je hebt daar een aantal afgevaardigden uit het bredere sociale en culturele wendbeveld. Ik denk dat er daar een vakbondsafgevaardigd is. Er is daar van. Heb ik jullie een dingen van de andere zo? Nee. Echt de normale persoon met de werkgeversorganisatie. Het is een beetje een mix van dus een aantal mensen die van buiten de universiteit daarin zitten en intern vertegenwoordigen op basis van verkiezingen. Wij verkiezen als personeel onze vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur en studenten verkiezen ook vertegenwoordigers in de Raad van Bestuur. Uiteraard, ik zei, dit is het niveau waarop dat veel beslissingen, dit is het fundamentele niveau. Maar dit is zodanig fundamenteel dat dat vaak moeilijker is om daar te wegen, denk ik, dan hier. Een beetje een afweging van, hier zijn concretere beslissingen. Daar zijn nog fundamenteelere beslissingen. Daarnaast hebben de decanen ook een zogenaamd decanenoverleg. Dat denk ik dat dat officieel beslissingsrecht heeft, maar daar wordt gekeken naar de vragen en woorden vanuit verschillende faculteiten. De decaan wordt verkozen door de mensen in de faculteitsraad. Net zoals de vakgroep voorzitter verkozen wordt door de vakgroepleden. Meestal is er gewoon één iemand die het wil doen, dan doet hij het. De decaan is iets anders. Er zijn ook niet vaak heel veel gedaan. Dat is veel tijd mensen om daar een
lid van de faculteitsraad waren en docenten, hoofddocenten niet. Ik ga daar zo meteen iets over zeggen wat dat verschil is. Nu is dat ook niet meer zo, omdat die samenstelling van die organen gebonden is aan een aantal genderregels. Er moet een bepaald percentage van elk gender vertegenwoordigd zijn. Dat wil zeggen dat als je alle mannelijke hoogleraren automatisch ook zou maken, dat onze faculteit bijvoorbeeld niet meer conform die regels kan zijn. Dus dat is al ook een afvaardiging. Oké. Laat me nu iets zeggen over die verschillende categorieën personeel. Ik zei al iets over. Docenten versus hoogleraren en dat soort zaken. Je hebt fundamenteel vier categorieën van personeelsleden in elke vakgroep. Je hebt zogenaamde ZAP'ers, zelfstandig academisch personeel, zeg maar de proffen. Je hebt daarnaast postdocs, je hebt doctorandi, je hebt ATP. Ik ga daar nog iets over zeggen, die categorie is ook een beetje complexer geworden. ZAP, dat zijn in principe, maar er zijn daar uitzonderingen op, die mensen die een vaste benoeming hebben om les te geven, onderzoek te doen en dienstverlening. Als prof heb je een taakomschrijving, die elk jaar ook moet invullen en je hebt drie taken. Onderwijs, onderzoek en dienstverlening, waarbij dat die percentages, dat verschilt van persoon tot persoon, maar grosso modo zit dat in de grote orde van 45-55. We moeten dat echt in dat soort percentages uitdrukken. Liefst zouden ze dat waarschijnlijk nog fijnmaziger kunnen doen. Dat wordt allemaal meetinstrumenten ontwikkeld om te meten hoeveel dat je nu net doet. Dienstverlening, daaronder vallen zaken zoals vakgroepvoorzitter zijn. Maar ook lid zijn van een raadgevend comité voor bioethiek. Dienstverlening is zowel, wordt dan opgesplitst in intern en extern. Intern wil zeggen dat je zaken doet intern voor de instelling. Extern wil zeggen dat je diensten verleent vanuit de functie aan externe organisaties. Je ziet hier een beetje de verwachting dat je meer tijd steekt in onderzoek dan in onderwijs. Dat is de expliciete beleid ook van de faculteit om mensen daartoe aan te zetten. Om meer tijd in onderzoek te kunnen steken dan in onderwijs. Net omwille van het feit dat dat onderzoek financieringsgewijs heel erg van tel is. Ja, dat is een debat van dat ook vandaag nog niet gebeurd. Dus het feit dat de faculteit dat beleid heeft, heeft daar heel erg mee te maken. Binnen die categorie van ZAP heb je het onderscheid in graad tussen docent, hoofddocent, hoogleraar en gewoon. Dat zijn promoties die je maakt. Als je aangesteld wordt, begin je meestal in de graad van docent. Na 5 jaar kun je dan promoveren tot hoofddocent als je een positieve evaluatie krijgt. In termen van, was je onderwijs voldoende, heb je onderzoeksmatig genoeg gepresteerd en heb je een beetje dienst.
na 10 jaar hoofddocent kun je dat ook leren in het huidige systeem. Vroeger was dit een open competitie, zorgde voor veel nijd en afgunst. Dus dat die faculteit, een hoogleraar kost meer dan een hoofddocent. Die krijgt een betere rol. Dus het kost aan de faculteit om mensen hoogleraar te maken. Dus elk jaar is er maar geld om zoveel mensen te bevorderen. Tot een paar jaar geleden was dat een conclusie. Iedereen in de faculteit die meende dat hij in aanmerking kwam, stelde zich kandidaat. Dan moest die faculteitsraad gaan beslissen van die 27 kandidaten, wie zijn de 5 die we bevorderen. Waarin dat je dus mensen met elkaar moet gaan afwegen wie dat je meent dat daar beter toe geschikt is. Dat systeem is veranderd door een systeem waar dat je als je hoofddocent wordt, 2 keer 5 jaar een aantal targets moet halen. Een soort van management taal. Als je die haalt 2 keer, dan word je automatisch bevorderd. Dus mensen zoals ik die van hun gemoedsrust houden, vinden dat een grote vooruitgang. Mensen die wat ambitieuzer zijn, vinden dat een achteruitgang. Want die moeten dan 10 jaar wachten om te promoveren. Terwijl dat zij misschien wel menen dat ze na 4 jaar hun collega's konden voorbij steken. Die moeten nu ook allemaal 10 jaar. Maar dus die beslissing wordt genomen. Opnieuw op basis van zijn je onderwijsevaluaties goed genoeg. Dus hier zie je trouwens het directe impact van onderwijsevaluaties. Als jullie jaar na jaar een prof negatieve onderwijsevaluaties bezorgen, dan zal die nooit hoogleraar worden in principe. Dan moeten ze wel echt negatief zijn, maar dat weegt dus wel door. Voor jullie is dat minder van tel, omdat die cijfers van de lijstbegrip natuurlijk niet significant zijn. Nee, dat is niet helemaal waar. Dat is enkel voor de bachelor. De hogere jaren halen jullie evaluaties net de significantie. Omdat het zitten er niet ver boven. Er moet een percentage van studenten moeten de evaluatie hebben ingevuld, anders stellen de resultaten. Dus je ziet dat dat wel degelijk op een heel directe manier die impact heeft. Daarnaast, om nog iets over die onderwijsevaluaties te zeggen,